nieuwe Fan Friday video. Vandaag gaan we weer verder met de Paper Duck Challenge. Want de vorige video was zo ongelooflijk populair. En dit keer gaan we het naar het volgende level brengen. Met heel veel suggesties van jullie. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven. Alleen dan binnen 3 seconden. En ik ga je niet al te veel tijd geven. Want ik weet dat heel veel van jullie op dit moment al op dat duimpje omhoog klikken. Dus 3, 2, 1... Ik hoop dat het is gelukt. Vergeet dan ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan is het nu meteen tijd voor... Paper Duck Challenge. Hier is die dan. De Paper Duck die zo'n ongelooflijk grote trend is op TikTok. En in de vorige video heb ik deze gemaakt. Ik heb allemaal verschillende soorten kleding opgedaan en zo. Zelfs een beauty routine gegeven. Alleen hij lag wel een beetje zielig zo op mijn bureau. Dus in de reacties vroegen jullie massaal om hier een huisje voor te maken. Want hij is een beetje huisloos op dit moment. Dan vond ik dat echt een geniaal idee. Dus daarom heb ik hier een slaapkamer. Hohohoho. Dit ding is gigantisch en zo ongelooflijk tof. Maar dit is nog niet eens alles. Nee, nee, nee. Voor deze video heb ik speciaal allemaal gloednieuwe outfits gemaakt. En die hangen in de kast. Kijk nou eens eventjes hoe ontzettend geweldig is dit. Het ziet er helemaal goed en prachtig uit. En nou, hier is dan haar slaapkamer. Ze is er zo ontzettend blij mee, jongens. Toch? Nou, ze praat niet echt helemaal. Ze is namelijk een paper duck. Maar ik zal jullie snel een tour gaan geven. Allereerst hebben we natuurlijk deze prachtig paarse muur. En ik vond dit patroontjespapier. En ik dacht, geweldig. Maar ik vond ook de vloer. Dit is zeg maar een houtpatroon. I love it. En natuurlijk hebben we de kast. Aan deze hangertjes hangen allemaal verschillende soorten kledingstukken die ik speciaal voor de paper duck heb gemaakt. En daarbij hebben we hier een klein kleedje. Deze is paars. Ik vond het een mooie match met de paarse muur. We hebben uiteraard ook een bed, want het is een slaapkamer. Duh. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is een klein, ja, hoe noem je dat? Doekje. In de patroontjes van donuts. Ik hou ervan. Heel erg vrolijk kleurtje ook. En dit is natuurlijk haar deken. Ze heeft zelfs een kussentje en een beertje. Ik wilde eigenlijk nog zoveel meer toevoegen, maar het hele ding van de trend van de paper duck is dat je heel veel dingen zelf kunt maken. En daarbij ook zelf tekenen. Maar nu is dit natuurlijk gewoon een creatief DIY project. Dus je mag lekker doen wat je zelf wil. En dit vind ik geweldig. Kijk nou eens eventjes. We hebben hier ook een raampje. Is ook inderdaad echt een raam. Wacht eventjes. Hallo? Hallo? Daar is ze. Dat ziet er helemaal niet creepy uit hoor. Verder jongens. Nee, maar wel echt zo grappig en schattig. We hebben nu dus de roomtour gehad. Prachtig. En Paper Duck begint nu heel erg moe te worden. Want het is laat. Dus wat heb je nodig om naar bed te gaan? Een bikini. Nee, grapje. Een pyjama natuurlijk. Laat ik die nou eens eventjes gewaakt hebben. Er hangen zoveel leuke kledingstukken hier. Die gaan we zo meteen bekijken. Maar om te slapen hebben we hier een hele toffe pyjama. Wee. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze er staat. Alsjeblieft, mevrouw. Ja, oh, ze matcht helemaal met haar bed. We hebben ook zelfs wolkjes, zodat ze lekker naar Dromenland kan gaan. We halen eventjes het dekentje eraf. En dan mag ze hier in bed gaan liggen. Hier heb je ook nog een klein beertje erbij. Zo, zodat ze geen nachtmerries krijgt. En dan het dekentje eroverheen. Wel, trust de paper duck. Oh, je ziet helemaal niks meer van haar pyjama. Maar hè, slaap lekker. Goedemorgen. Hallo. Wakker worden. Ik heb lang genoeg gewacht. Woehoe. Hupsakee. Doe je pyjama uit. Oeh, ze is naakt. Dat moeten we natuurlijk niet helemaal hebben. We gaan haar zo meteen eventjes wat kleding geven. Ga even lekker hier zo op het kleed liggen. Zo kleed ik me ook altijd aan in de ochtend op de grond. Maar we gaan nu eventjes uit onze kast wat leuke dingetjes halen. Het zijn zoveel geweldige items. Dus dit wordt onze morning routine. Ik heb hier een heel erg leuk blauw shirtje. Deze vind ik geweldig. Die leg ik alvast eventjes op het bed. En dan hebben we hier een leren jasje. Oeh, ook leuk. Ja, ik pak hem. En een spijkerbroek. Oké. En dan hebben we hier ook nog een rokje. Ik ben heel nieuwsgierig allereerst naar dit vrolijke shirtje. Eventjes van de hanger afhalen. Zo. En hupsakee. Oh, het staat daar zo schattig. En dan hebben we 2 verschillende dingen. Ik denk, wacht. Allereerst ga ik eventjes het broekje uitproberen. Ik ben benieuwd hoe dit dan staat. Oeh. Oh ja. Very, very cute. Maar misschien net even ietsje te casual. Ik heb ook een leren rokje. En ik denk dat dat misschien wat stoerder staat. Dus ik ga het even proberen. Zo. I love it. Dit staat wel echt heel erg leuk. Maar ik denk dat haar topje toch nog wel eventjes wat anders kan. Want ze voelt zich best wel stoer vandaag. Ze heeft misschien wel een date. Dus zo shirtje uit. En daar gaat haar super stoere leren jasje. Die gaat een beetje over het rokje heen. Wauw. Wauw.
nou? Ik wil nog wel eventjes kijken voor de zekerheid. Hoe het dan staat met het broekje. Zo. Oh, cute. Ik weet het niet. Oké. Ja, ik weet het. Ik ga gewoon voor het rokje. Ik vind dat het rokje hier echt heel erg leuk bij staat. Maar ze moet natuurlijk nog wel eventjes schoentjes aan. En deze zijn nog van vorige video. Maar ik denk dat ze hier echt perfect bij passen. Ze is zo stoer. Nou, volgens mij hebben we haar outfit wel gevonden. Omdat ze zo ontzettend cool en stoer is, draagt ze normaal gesproken geen make-up. Maar ze gaat vandaag op een date. Dus ze wil er extra mooi uitzien. Ik heb hier een mascara. Dan moeten we dat natuurlijk eventjes zo op haar wimpertjes doen. En hoho, nou, er is zo ontzettend flink veel mascara. Kijk eens even. Wauw, dat ziet er prachtig uit. Ik ben hier veel te enthousiast over. Ik heb namelijk niet alleen maar één oogje. Nee. We hebben ook mascara voor haar andere oog. Oehoehoe. Prachtig. We hebben nog een hele andere leuke verrassing. Namelijk lippenstift. We gaan deze op haar prachtig mooie lipjes doen. Oh, wel, het zijn niet echt lippen. Het is meer een snavel. En zo, ik moet haar eventjes het kleurtje geven. Wow! Ik heb dit niet helemaal uitgepland, maar dit staat zo goed bij haar outfit. Nu ziet ze er wel mooi uit, maar de ochtend is natuurlijk wel het meest belangrijke moment van de dag om wat te eten. Dus we gaan voor wat ontbijt. Ze heeft voor zichzelf een hele mooie, lekkere wafel gemaakt. Dus alsjeblieft, eet er lekker op. Lekker hoor, zo'n droge wafel zonder fruit erop of stroop of zo. Misschien krijgt ze daar wel een beetje dorst van. Dus gelukkig hebben we wat sinaasappelsap. Drinken lekker. Heerlijk. Oké. Is zij eventjes blij? Ze gaat nog even door met het drinken van haar sinaasappelsap. En dan gaat ze op daten. Dus ik wens haar heel veel plezier. Ja, ze komt weer terug van haar date. Het was heel gezellig. Alleen niet helemaal haar type, want hij hield de deur niet open voor haar. Dus je hebt hele goede standaarden. Maar er is nog iets anders heel erg leuks. Ze is namelijk heel erg trots om te vertellen dat ze namelijk een zwembad heeft. Of een pan. En oh, oeps. Oh jongens, een beetje enthousiast. Gaat goed, ja. Dan is het natuurlijk wel hartstikke leuk om in deze outfit te gaan zwemmen. Maar dat is niet helemaal juist. Dus zij moet een bikini aandoen. Allereerst eventjes al haar kleding afhalen. Zo. En dan haal ik de bikini uit de kast. En daar gaan we dan. Zo. Eerst het broekje. Alsjeblieft. Kijk nou eens eventjes. Kijk nou. Oh, zo prachtig. Met haar make-upje nog steeds. Volgens mij is het waterproof. Dus dat is helemaal oké. En om haar te beschermen van de zon hebben we nog een leuk hoedje. Wat een leuk mevrouwtje op dit moment, jongens. Volgens mij is ze helemaal klaar om te gaan zwemmen. Ik maak eventjes een duikplank. Zo. Daar gaan we. 3, 2, 1. Wee! Oeh, oh, wacht even. Nu kunnen we haar niet zien. Ik draai er even om. Zo, lekker zonnen hier. Eventjes op je rug zwemmen. Wat goed van haar trouwens. Volgens mij wil ze wel eventjes onder water. Dus houd goed je adem in. Oh nee, niet verdrinken! Wacht, het is een eend. Die verdrinkt niet, toch? Zo, lekker zwemmen, heerlijk. Volgens mij heb je genoeg gezwommen. Ik haal er weer eventjes uit. Nu is ze wel heel erg nat, jongens. Gelukkig heb ik daar een super schattig en leuk handdoekje voor. En dan ga ik haar eventjes afdrogen. Zo. Nou, dat gaat nog best wel goed. Ik hoop dat ze het leuk heeft gehad. En daarbij vond ik het ook wel echt heel erg leuk om dit allemaal te maken. Het kost dan misschien een beetje tijd en moeite, maar het resultaat is zo ontzettend leuk. Dus ik heb mijn best gedaan voor jullie. Dus wat mij betreft is die helemaal en hartstikke geslaagd. 20 second wrap out. Alla Mila, Iris Maud en Ray Santa Mara. Cookie, Girl, Cassini, Mie, Lois, Dinte, Sarah. Heidi en Vania, Kim, Loma, Isabella. Lexi, Vipsy, Tal, Arwen, Karin en Christella. Attika, Madelief, Meis, Amy, Josephine. Kato, Merlin, Even, Boer, Sophie en Jasmine. Jasmin en Amina, Marjolein, Miranda, Senne. Pony, Love, Kay, Mia, Koning, Fabienne. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En wil je dan ook heel erg graag kans maken om met je naam één reactie in de 20 second wrap-out van volgende week te komen, dan kan dat. Je hoeft er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties hieronder deze video. Gebruik dan ook het woordje wrap-out. En wie weet zie je jouw naam alweer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!